welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een hele leuke make-up tutorial voor jullie, want vandaag gaat het over mijn go-to glam look. Dus vandaag een keer voor de verandering geen gekke, kleurrijke, cut crease, bla bla look, maar gewoon de look die ik altijd, tenminste bijna altijd, opdoe wanneer ik gewoon iets leuks ga doen. Het is dus echt mijn go-to glam look, dus het is niet mijn everyday look. Al moet ik zeggen dat mijn everyday look ook gewoon best wel glam is eigenlijk. Ik ga van 0 tot 100, er is no in between. Of ik ben gewoon helemaal opgemaakt of ik heb helemaal geen make-up op zoals nou. Maar dan heb ik vaak ook mijn wenkbrauwen niet gedaan. Dus er is echt niet echt een in between. Maar goed, dit is dus een van de looks die ik mij het beste vind staan. En het is ook best wel snel gedaan, tenminste omdat ik hem zo vaak nou onder dat al heb gedaan, ben ik er best wel snel in. Ik ben klaar met de look in ongeveer 20 minuten tot een half uurtje. En dat is voor mij best wel snel voor echt een full glam look. Bij een normale full glam look moet je meer denken aan echt een uur lang opmaken. Dus het is echt zeker de helft van de normale tijd. Dus ja, ik ga hem vandaag aan jullie laten zien. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de full glam look video. Zo, ik heb weer lekker mijn krul, jongens. Die moeten wel nou een beetje naar achteren. Heel vaak in mijn video's begin ik eerst met mijn ogen en dan pas mijn gezicht. Dat doe ik echt alleen maar wanneer ik echt een hele heftige ooglook ga maken. De look van vandaag heeft niet echt een hele heftige ooglook. Dus ik begin voor de verandering met mijn gezicht. En ik ga beginnen met primer. Ik gebruik twee primers. De Hangover Primer van Too Faced. Die breng ik aan over mijn hele gezicht. Zodat mijn make-up er mooi smooth op gaat. En ook lang goed blijft zitten. En ik heb hier de Benefit Professional. Die gebruik ik hier voor bij mijn poriën. Om die een beetje te vervagen. Dus vandaar dat ik deze twee mix. En ik begin eerst met die van Too Faced. En die van Benefit breng ik echt maar een heel klein beetje aan. Het is echt alleen maar voor hier. Mijn gezicht is een beetje overbelicht. Ik ga even de belichting iets minder hoog zetten. Zo, ik heb heel even de belichting veranderd, want ik was echt te belicht in mijn gezicht. Foundation. Ik ga vandaag voor Fenty Beauty Pro Filter. Ik heb deze in de kleur 240. Ik ben weer nou iets lichter, dus deze gaat matchen bij mij. En dit breng ik dan obvious gewoon aan over mijn hele gezicht. Fenty is hier by the way helaas niet te koop. Die moet je echt halen bij een Sephora. Of je kunt het online bij de Sephora van Frankrijk bestellen. En dan hoef je geen douane te betalen, maar het is wel in het Frans. Dus je moet dan wel een beetje kunnen vertalen. Als concealer gebruik ik mijn Revolution Conceal & Define Infinite Concealer. Deze is super fijn. Ik heb de kleur C5. En die breng ik dan lekker veel aan om te concealen. Ik breng het ook hier zo extra aan altijd. En hier zo, om het daar helemaal te verlichten. Want kijk, hier is het altijd helemaal zo donker. Dus daar doe ik dan altijd nog een beetje extra concealer. En ik gebruik altijd wel een concealer die echt te licht is voor mij. Want dat vind ik mooi, want dan is zo hier mooi verlicht. En ik hou gewoon van dat highlighting effect. En dan weer blender. De spons die ik by the way gebruik is van Queen Tarzi. Als poeder gebruik ik mijn Coty Airspan poeder. En dit is de poeder met extra coverage. Want je hebt er twee. Je hebt de normale en die ik heb. En ik heb dus die met een beetje extra dekking. Want dat vind ik mooi. Want ik wil altijd dat mijn make-up echt gewoon de hele dag goed blijft zitten. Want ik heb echt geen zin om bij te werken. Ik ben daar echt veel te lang voor. Het enige wat ik bijwerk is mijn lipstick. Die heb ik ook altijd mee in mijn tas. Maar voor de rest, ik werk mijn gezicht nooit bij. En het is nog vroeg. Nou, hoe laat is het? Het is 10:30 pas. En ik wil echt dat mijn make-up gewoon de hele dag goed blijft. Dus that's why. En dan weer gelijk de poeder eraf halen. Want vooral nu is mijn gezicht echt een beetje droog. Dus het mag er allemaal weer gewoon snel vanaf. Het is gewoon puur zodat mijn gezicht niet gaat creasen. En alles gewoon een beetje wordt gezet. Maar ik hoef het niet echt helemaal mat te hebben of whatever. Dan ook een beetje poedercontour. Ik gebruik dit Revolution paletje. En ik gebruik, even kijken, deze kleur hier. Ik vind mijn gezicht gewoon nog steeds overbelicht. Wat is dit vandaag? Oké, ik heb de belichting weer iets lager gedaan. Maar nu vind ik het allemaal een beetje donker. Maar goed, nou is tenminste mijn gezicht niet meer overbelicht. Dus ik laat het zo. En ook heel lichtjes hier contouren. De kwast die ik gebruik is de Elf Blush kwast. Die is voor blush, maar ik gebruik hem voor contour. Want hij is zo mooi plat. By the way, ik doe ook af en toe cream contour bij mijn go-to glam look. Maar dat doe ik gewoon wanneer ik daar zin in heb. Af en toe heb ik dat, af en toe niet. Vandaag heb ik dat niet, dus ik sla het gewoon over. Het hoeft ook niet per se, maar cream contour. Ik vind wel altijd dat het echt best wel verschil maakt. Het maakt je gezicht echt heel mooi gesculpt en ja, gewoon heel mooi gecontourd. Dus als je toch een beetje extra knap wilt zijn, dan zou ik het wel doen. Of ja, extra knap wilt zijn. Je bent ook knap zonder cream contour, what the f. Maar ik bedoel gewoon, als je gewoon een beetje extra wilt zijn,
Dus dat doe ik echt alleen wanneer ik echt ervoor ga en echt zin heb om mijn hele gezicht echt helemaal full glam te maken. Dan pak ik deze lichtroze matte kleur hier in de hoek. En die breng ik dan ook nog extra hier aan om het te verlichten onder mijn ogen. En daar ga ik dan ook lichtjes zo poep overheen om het een beetje weg te halen. Nou is het hier mooi verlicht. Is mijn gezicht nou gewoon weer overbelicht? Echt, I can't, mensen. Ik weet niet wat het vandaag is met mijn belichting. Dan een beetje fixing spray. Max & More fixing spray van de Action. Deze is geweldig. Alweer bijna op. Ik ga er gewoon echt even 5 of zo inslaan. En deze breng ik nu aan om alles minder poederig te maken. En mooi in elkaar te laten smelten. Dan ga ik beginnen aan de ogen. Qua ogen doe ik altijd of gewoon geen oogschaduw. Dat doe ik heel vaak. En dan maak ik gewoon alleen maar een zwarte wing met eyeliner. Of ik breng een klein beetje oogschaduw aan met een oogschaduwstick. Gewoon makkelijk en snel. Dus dat zijn de twee opties die ik altijd doe. En vandaag ga ik wel gewoon voor de oogschaduw optie. Wat ik dus altijd doe. Pak een bronzer. Maakt niet uit welke bronzer. Als het gewoon een mooie bruine kleur heeft, is het gewoon goed. Ik pak vandaag mijn Benefit Hoola Caramel bronzer. En dan met een grote fluffy kwast breng ik die bronzer gewoon zo een beetje aan in mijn arcadeboog. Ik weet niet waarom er zoveel van afkomt. Wat is dit? En dan gewoon blenden, blenden, blenden. Normaal breng ik echt minder aan. Ik weet niet waarom er zoveel van afkwam. Wat is dit? En die kleur blend ik dan gewoon zo helemaal in mijn arcadeboog. Oh mijn god, hier is het nou meer rood. En hier is wel echt die bronzen bruine kleur. Ik had nog een beetje oranje oogschaduw op mijn kwast. En nou is het hier helemaal oranje. Oh, de video van vandaag, jongens. Alles gaat mis. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon door. Ik breng even iets meer bronzer aan om het iets meer bruin te maken. Die bronzen kleur breng ik dan ook aan op de onderste wimperrand. De look is echt super makkelijk en echt zo gedaan. Dan pak ik een oogschaduwstick die ik vaak gebruik. Is de stick van Pixie. Dit is, welke kleur is dit? Er staat geen kleur op, jongens. Endless Shade Stick van Pixie. Die is zo mooi bruin glanzend. Die heeft zo'n mooie glanzende kleur. Echt een prachtige kleur dit, kijk. En die breng ik dan gewoon zo heel makkelijk aan op mijn ooglid. En dan voor de randen pak ik weer die fluffy kwast die ik net heb gebruikt. Ik heb niks meer opgepakt ofzo. Dan blend ik gewoon een beetje uit bij de randen. Dan blendt het mooi in die bronzer. En dit was het dan qua oogschaduw. Super makkelijk. Wat ik ook echt altijd doe met mijn go-to glam look is ik maak altijd een wing. Omdat ik dat mij gewoon het beste vind staan. Ik gebruik mijn brush ink pen van Catrice. Deze is echt geweldig. Oh, hij viel bijna. En hiermee maak ik een wing. Even schudden eerst. En ik maak hem niet zo heftig als hoe ik altijd doe. Ik maak hem iets minder lang. Wel heel even een tip qua de oogschaduwstick. Oogschaduwsticks zijn vaak een beetje vettig aan de vettige kant. Dus als jij vettige oogleden hebt, dan raad ik geen oogschaduwstick aan. Maar dan zou ik gewoon gaan voor bronzer over je hele ooglid. Of gewoon een mooie glanzende normale oogschaduwpoederkleur. Dan mascara. Ik gebruik er 2. Ik begin met de Essence Lash Princess mascara om mijn wimpers mooi vol en lang te maken. En dan heb ik hier een lash primer van L'Oreal. Deze is echt geweldig. Deze gebruik ik altijd voor de onderste wimpers. Niet voor de andere, omdat ik toch altijd neppe wimpers opdoe en je die niet ziet. Alleen mijn onderste zie je wel altijd. En wanneer ik deze eerst aanbreng en dan pas mijn normale mascara, worden mijn onderste wimpers super vol, super lang. Het heeft echt nut. Dus ik breng hem nou alvast aan, want dan kan hij een beetje drogen. En dan doe ik de neppe wimpers op. Je moet wel echt wachten totdat hij is opgedroogd. Kijk, nou is hij nog een beetje wit. Zolang je wimpers nog wit zijn, moet je wachten. Want het moet helemaal doorzichtig opdrogen. Als je niet wacht en het al gelijk aanbrengt, dan wordt het helemaal zo'n grijze smeerboel. En dat is echt niet wat je wilt. Qua nep wimpers heb ik gewoon wimpers van de AliExpress. Ik hou altijd van heftige wimpers. Ik heb niet een standaard aantal wimpers die ik altijd gebruik. Ik gebruik gewoon altijd heftige wimpers van gewoon verschillende plekken. Vandaag ga ik voor AliExpress. Deze ga ik even opdrogen. Doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Neppe wimpers zitten erop. Ik pak dan ook altijd een zwart oogpotlood. Ik gebruik hier eentje van Huda Beauty. Hier heb je een zwart oogpotloodje. En die breng ik dan aan in de waterlijn. Of hoe het ook heet. Zo hier onder de wimpers. Want je kijkt hieronder. Je kunt echt zo de huid zien. Dit is echt heel freaky om te zien. Maar oké. En ik vind het mooi dat je die huid eronder kunt zien. Dus die maak ik ook altijd zwart. En dan is het alsof je nog vollere wimpers hebt. En je kunt dan niet goed zien waar de wimpers beginnen. Ik weet dat heel veel mensen hier traanogen van krijgen. Dus doe het dan vooral niet. Maar dat probleem heb ik niet. En ondertussen zijn de onderste wimpers al gedroogd. Dus nu ga ik in met de Incest. Essence Princess Lash Mascara.
Kijk hoe vol en lang ze worden hier beneden. Ik heb echt bijna geen wimpers. Ik heb ze bijna niet. En ze zijn ook nog eens super kort. Dus ik heb gewoon alles slecht. Maar nou zie je ze echt heel goed hier beneden. En dat is normaal helemaal niet als ik die primer niet gebruik. Dus voor iedereen met wimpers als mij. Of als je al lange hebt, maar je wilt gewoon nog meer extreem zijn. Ik raad hem echt zeker aan te kopen bij de Kruidvat en Ethos en al die plekken. Dan is er nog één ding dat ik doe. En dat is een nude oogpotloodje aanbrengen in mijn waterlijn. Ik heb hier eentje van Max Factor volgens mij. Of is dit... Rimmel London. Deze nude oogpotloodje. Deze is echt geweldig, mensen. Ik raad hem echt iedereen aan. Hij blijft ook super lang zitten. Ik heb de kleur 005 nude. En die breng ik dan aan zo in mijn waterlijn. Om mijn ogen meer wakker te maken en meer groot. Kijk even wat voor een verschil dit maakt. Hier is het wel, hier is het niet. Dit maakt echt super veel verschil en ik vind het echt mooi. Zo, dit is nou helemaal klaar. Nou ga ik verder aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen en ik gebruik weer gewoon de bronzer die ik net ook heb gebruikt. Ik gebruik altijd dezelfde bronzer als die ik heb gebruikt voor mijn ogen. Want dat vind ik dan mooi, want dan is het gewoon echt een mooie algehele look die helemaal in elkaar samenkomt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik breng ook altijd bronzer aan hier zo bij mijn kaak, hier bij mijn kin en dan weer helemaal door naar de andere kant van mijn kaak. Want ik heb echt nul kaaklijnen en ik wil altijd dan een beetje een soort van illusie van een kaak creëren ofzo. Plus dan heb ik ook wat minder onderkin. Tenminste, die illusie wek ik dan. Soort van. Dan blush. Blush is altijd super belangrijk voor mij. Ik hou van blush. Het brengt echt een beetje kleur terug in mijn gezicht. Voor de go-to look waar ik altijd voor ga, hou ik altijd van meer een beetje een peachy blush. Dus ik gebruik een peachy blush van L'Oreal. Deze is echt prachtig. Welke kleur is dit? Peach Addict. Ik hou gewoon altijd van een heel neutraal gezicht. Dus niet te felle kleuren. En dat is echt heel raar uit mijn mond, aangezien ik altijd hele felle looks maak. Alleen gewoon voor everyday hou ik echt van veel make-up, maar allemaal neutrale kleuren. Dus dat is waar ik dan van hou. Dan natuurlijk ook highlighter. Ach, dat moet echt gewoon altijd. Een paletje waar ik de laatste tijd echt obsessed mee ben, is een betaalbaar paletje van MUA. Dit paletje is echt geweldig. Prachtige glow, betaalbaar. I love it. Ik ga deze twee kleuren met elkaar mixen. Kijk even hoe mooi die glow. Hij is zo mooi goud. I love it. Kijk even dan. Oh my god. En ik breng het dan ook altijd aan hier in mijn binnenste ooghoeken. Dan de lippen. Qua producten wissel ik best wel vaak af. Maar de kleur waar ik echt altijd voor ga is een nude bruine kleur. Nude bruin vind ik me altijd de beste staan en I love it. Een product die ik wel echt altijd gebruik is mijn Sweetie Lip Pencil. En welke lipstick ga ik vandaag ermee mixen? Ik ga voor mijn Pixie Matte Liquid Lipstick. Deze is ook echt amazing. I love it. Ik weet nog even niet of ik een glossje ga aanbrengen. Ik breng even gewoon eerst dit aan. En dan kijk ik wel verder of ik zin heb in een gloss. Oké, ik ga toch gewoon wel in met een gloss. Ik hou gewoon altijd van een gloss. Ik heb hier een nude glossje van Jeffree Star Cosmetics. Dit is de kleur Legends Only. Prachtige lichte nude kleur. Dan als laatste setting spray, fixing spray, wat het ook is. Ik heb hier de Catrice Freezing Spray. Deze zorgt er echt voor dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. Dus deze ga ik aanbrengen. Zo, en dan zijn we klaar. Het is een hele mooie bruine full glam nude look. Echt, I love it. Dit was dan de look. I love it. Dit is letterlijk mijn go-to glam look. Als jij me ooit ergens in het echt ziet en ik ben opgemaakt, dan is dit vaak de look die ik maak. Of je ziet de look die ik dus nu heb, maar dan zonder oogschaduw. Dat doe ik ook heel vaak wanneer ik gewoon haast heb en geen zin heb. Deze look heb ik echt binnen een half uur gemaakt. Super snel voor mij. En I love it. Ik vind het echt prachtig. En dit zijn echt kleuren die mij staan. Bruine kleuren zijn gewoon echt kleuren die mij staan. Ik weet dat bruin niet altijd iedereen staat. Dus pak gewoon de kleur die jou het meeste staat, die jij echt het beste vindt staan en die jou gewoon een beetje blij maken. En dan maak gewoon de look van vandaag, maar dan gewoon met de kleuren die jij wilt gebruiken. Echt, I love it. Ik hoop dat iedereen er ook van heeft genoten. Vandaag een leuke draagbare look. Ik denk dat heel veel mensen dat ook weer leuk vinden. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!